In de vorige aflevering heb je kunnen zien dat de laatste cijfer van de escape room niet te achterhalen was. Dat levert helaas niks op voor in de groep. Het spel daarna, waren de kandidaten te hebberig of liet ze te veel verleiden? In deze aflevering kunnen ze het helemaal goed maken totdat ze een aanbod krijgen. Maar er is meer. Is het leuk tot nu toe? Ja. Mooi. Hoe gaat de samenwerking? Goed. Die gaan er wel heel belangrijk worden met dit spel. Het is namelijk het moeilijkste spel van allemaal. Nee. Ja, ik zal toch vast gelijk maar eerlijk zijn, dan hebben we dat maar gehad. Achter mij liggen 100 lampjes. Eén van die lampjes is gemankeerd. En die moeten jullie hebben. Oh nee. In de enveloppe staat hoe jullie lampjes kunnen elimineren. Totdat je uiteindelijk één lampje overhoudt. Als dat de juiste is, dan verdien je geld voor de pot. Er is alleen een maar. Alleen lampje 1 en 100 zijn genummerd. De rest niet. Als je het goed doet, verdien je €12,50 voor de groepspot. Jullie krijgen 30 minuten de tijd, dus dat is ruim. Dus je hebt ook tijd om goed met elkaar te overleggen. Heel veel succes en plezier. Dankjewel, bedankt. We beginnen met de eerste en dan gaan we zo het rijtje af. Ja. En dan wie nog wilt. Dat is wel het beste om te doen. Oké, alle even nummers. Deze zijn dat. Nee, maar dat is 2 ook. 2 is ook een even nummer. Ja. Dus nu moeten die weg of moeten die blijven? Die moeten dan weg, denk ik. Dus deze rij. Ja, hoe weet je dat? Want we moeten zo tellen en dan zo verder. Deze gaan. Is even, want dit is 2. Ja, dus dan moeten we die uitdoen. Dat is 1, 11. Dan moeten we die uitdoen. Maar zullen we dan gewoon alle even nummers uitdoen? Of? Dat moet, denk ik ook. Oh, want er staat toch alle even nummers? Alle even nummers. Dus oké, moet dus 100 moet ook uit. Nee, dat is een hele nummer. We moeten zo gaan. Dus 2 en dan 4 ook. Maar dan moeten we toch gewoon die allemaal uitzetten. Ja. En dan nee, niet zomaar allemaal doen. Want dat is 2. Dus dan 4. En 6. Okay, en dan nu mag je 6 pakken. Doe alvast maar 8. En dan 8. Deze ook? Ja, dat is 10. En dan 10. En dan dit 11 is dan 12. 12. Deze ook toch? Deze ook? Nee, daar zijn we nog niet. Want dit is 12. We moeten opschieten. 14. Je kan toch gewoon deze hele rij pakken? Ja. Hier. Die ook een rij? Die mag wel helpen hoor. Nou, ik denk dat het klopt eigenlijk helemaal niet. Ja, maar dat staat er toch niet? Oké, ik doe het dus. Zijn ze allemaal uit? Ja, hier, dit was het even. Oké. Okay. Leg hem hier neer dan. Mag ik dan 2 pakken? Nee, dat mag ja? Niet. Jij bent naar mij, dus jij zelf naast mij. Dit is echt niet fijn. Oké, moet opschieten. Alle nummers met 1 cijfer. Dus dat 1 cijfer. 1 tot en met 10. Nee. Nee, ja, tot 9. 1 tot 10, dus min 9. Dus ja, 1 tot en met 9. Maar het moet wel, ja. Oké, zo. Wat zit hier in? Een briefje. Ja. Alle nummers met 1 met een 3 of 4. Nou, dit dus. Is 11, 12, 13. Dus die heeft een 14, 15, 16, 17. Nee. 18, dat is 20. 21, alleen deze 23. 24. Nee, nee, alleen deze hele rij. Alleen deze rij. Die hebben allemaal 4, toch? Ja, 40. Je moet een 3. Maar 4 is al uit. Ja. Maar en 40. En 30. Of een 4. 30 is al uit. 40. 40 is ook al uit. Ook al uit. Dus dan gewoon deze rij toch wel. Ja, ook 4. Deze rij. Die is al uit. Nee, dit is 1, 2, 3, 4. Dat is 5. Oh ja, sorry. Dus dat is 13, 13, 23, en waarom 20? 33, even alle nummers met 2 dezelfde cijfer. 22, Dit is 22, 44, die is al uit, 33 al uit, 55, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 moet uit, deze rij, dit is
is 78. 11 moet ook eigenlijk. Dit is 99. Oh jawel, dat is te veel. Hier, jongens, je moet gewoon zo een rij aanrichten. Jongens, deze rij volgen. Die moet nog uit. Deze rij volgen. Oké. Wat is 11? Dit is 22. Dit is 33, 44, 55, 66, 67. Oké. Alle nummers dan niet beginnen met een 2. Die allemaal blijven. Ja. Die moeten allemaal. Nee, dit is. Dus alleen deze. Dit is 20. Dit is 89. Nee, dit is 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nee, maar deze maar deze rij moet uit. Dus nee, want dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Maar als we beginnen met een 2, dan moeten ze aanblijven. 21, dus die moet deze uit. Die moet aan, want die moet niet beginnen met een 2. Dus dan is deze rij. Deze rij. Deze rij aan. Ja, maar deze ook toch? Deze moet weg. Nee. Ja, die moet ook allemaal weg. Maar deze rij moet weg. Deze rij moet overblijven. Deze moeten allemaal weg, oké. Nee, dit is de 20. Helemaal niet. Nee, dit is de 20. Helemaal nee. 10, 20. Ja, dan mag je 21, 20. Maar die is dan zit er 30. Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en dan 20 en dan begint het daar weer. Ja. Langste dag van het jaar. Dat had ik volgens mij op school geleerd. Maar die is al uit. Dat langste 31. Dat was volgens mij 21. 20ste. De langste. 21. Ja, de 21ste. Oh, die. Deze moet dan dus. Uit. Ik heb, ja, dan deze uit, want ik heb dat op school geleerd. Oké, nu die moet je dan even. 7. Oké, okay, laatste dag van februari in een schrikbaljaar. Dat is 29. 29. Schrikbaljaar. Oh ja. Oké, okay, nu 29. Daarom moeten we 32 plus 85 min 90. Mag ik dat? Oké, wacht. Ja, iedereen. Dus dit is 7. 7. 170? 117. Nee, 117 min 90 is 27, die moet uit. Die moet dan uit. Wacht, is dat 27? Ja, dit is 27. Nee, dit is 27. Nee, maar deze is het dan. Ja, maar deze is deze uit. Ja, wacht. Weet je het zeker? Ja. Nee. Wel. Nee. Wel. 27, dat is geen 27. Ja, 17. Oh, jawel, dat is wel 27. Ja, dan zo. Met de laatste. Dat is deze, is het? Deze. Ja. Maar waar is hij gemankeerd? Oké, gaan we die doen? Ja, denk ik. Ik heb hier een lampje die jullie hadden gekozen. Ja. Maar is het goed? Dat weten we niet. Ik hoop het. Ik hoop het. Als hier een kruis op staat, is die goed. Klinkt een beetje raar, want een kruis is meestal fout. Maar nu is het goed. Heb jij de pot? Moet je even het geld eruit halen? Tenminste, het geld en min geld. Ja. Ja, helaas. Zullen we het dan eerlijk oversteken? Want jullie hebben het goed. Yes! Dat betekent dat jullie 12,50 hebben verdiend. En dit is natuurlijk min 12,50. We gaan het natuurlijk nu vanaf. Staan jullie nu op 0 euro. Waarschijnlijk. Klinkt een beetje raar, want 0 euro is meestal niet goed. Maar hè, beter dan min. Dan min. Ja, min euro. Isabella, ja. Ik heb een uniek aanbod voor je. Ik heb een gouden joker. Deze kan je van mij kopen. Er zijn maximaal 3 rondes voor dat je ze kan kopen. Maar elke keer wordt die meer waard.
heeft nu een waarde van €7,50. Als je hem koopt, krijg je daar 3 gewone jokers voor terug. Oké. Inzetten bij de eerstvolgende verdeling. Als je hem wil, dan laat je het koffertje open. Wil je hem niet, doe je het koffertje dicht. Maar als er meer kandidaten zijn die de gouden joker willen kopen, dan gaat de hele koop niet door. Dan krijgt niemand de gouden joker. De keuze is aan jou. Nee. Oké. Ik denk het wel, man. Oké, dus je wil hem kopen? Ja, ik denk het wel, want ik weet nog niet wie hem is. Dan mag je de koffer open plaatsen. Wil je hem sluiten of wil je hem kopen? Op tafel staan doosjes met daarop de namen van de kandidaten. Elke kandidaat krijgt 20 munten om te verdelen. De munten die worden neergelegd in het doosje van de saboteur zijn je aantal punten. Wie de minste punten heeft, ligt uit het spel. Bij een gelijke stand geeft de tijd de doorslag. Een joker geeft recht op een extra punt. Bij een vrijstelling ben je automatisch door naar de volgende ronde. Ik vind Alex niet echt verdacht, maar ik ga er nog een paar punten op zetten. Dan vind ik Lina het minst verdacht. En Anouk en Isabelle vind ik het meest verdacht. Ik verdenk Lina omdat ze heel vaak zegt dat ze iets niet weet en zo. En de rest is allemaal best wel rustig en zij best wel druk. Dus het zou best kunnen dat zij daarom de saboteur is. Ik verdenk Lina het meest. Omdat zij meteen zo van... Oh ja, echt heel erg jammer. Soms is echt zo'n wow en dan dat. Ik vind het gewoon een beetje verdacht. Lina is een saboteur omdat een beetje rondloopt. Ik verdenk Alex het meest. En waarom? Hij deed bij het eerste spel niet super erg veel mee. En ja, dat vond ik een beetje verdacht. Volgende week bij De Saboteur. Welkom kandidaten in Breda. Oké, maar wat een soort vis? Oog is goud. Een soort vis. Zullen wij deze twee zijn? Ja. Nee.